snowboard is echt mijn alles. Ik ken mijn eigen leven niet zonder snowboard. Ik snowboarde sinds dat ik 11 jaar oud was. Daarvoor stond ik op skis en het is altijd iets van mij geweest. En als ik ergens van hou of iets wil doen, dan ga ik daar ook voor. Coming back from a massive injury in summer, she actually broke her neck. And now she's riding at the top of her game. We go back to seven, yes, hold on to the landing strong. Mijn doel is zo best mogelijk te snowboarden en hopelijk is mijn best goed genoeg om daar een medaille te pakken. For me, the motivation is more. Ik weet wel dat het wat moeilijker gaat worden nu. Because she had a broken neck and was lying in a bed.